Yo, mensen! nieuw hier en welkom terug bij Dead on Arrival. En het is gelijk feest, maar het komt wel goed uit, want deze dingen heb ik namelijk nodig. Eigenlijk was dit helemaal niet de bedoeling, maar nu ze er toch zijn, uh, ga ik ze gelijk meepikken. Ik heb namelijk eventjes tussen Apps episodes door een beetje gemind. En ik heb expres vier nachten niet geslapen. En ja, zoals de meeste mensen denk ik wel weten: als je vier nachten niet slaapt, dan gaan deze Phantoms spannen. En die gaan we eventjes killen uh, voor een item. Uh, Hé hey jongens, doen we wel eventjes rustig, want het is nou ook weer niet helemaal wenselijk dat mijn hele huis hier loopt af te branden. Ah, kom hier. Kom hier. Hier kapot, kapot. Ja, dankjewel, heb ik al loot gekregen. Oh ja, ga jij eventjes uh, voor de suicide. Ja, ik heb iets binnen. Namelijk wat Phantom Membrane. En nu vind ik het eigenlijk wel mooi geweest. Ik heb twee van die dingen. En dat gaat voor nu voldoende zijn. Ik wilde vandaag eigenlijk helemaal niks mee gaan doen. Dus uh, dat weer, uh, ja, als uh, aantekening. Maar wat ik wel voor gelijk ga doen is nu een uh, tukkie doen. Dat die dingen niet weer blijven spannen. Want op zich zijn ze niet echt heel erg nice om te hebben. Maar ik had dus even wat van dit Phantom Membrane nodig. Maar voor nu uh, gaan we dat hierin gooien. En dat zien we de volgende episode of zo wel een keertje weer terugkomen. Wat ik namelijk ik vandaag wil gaan doen is het volgende. Ik wil vandaag mijn allereerste vlucht gaan maken. En ik wil natuurlijk ook uit de vorige episode dat netherite scrap gaan verwerken tot een compleet nieuw item. Wat heel erg handig gaat zijn aan het begin van dit nieuwe seizoen. Maar, te beginnen bij het begin. Ik wil namelijk allereerst een andere tool gaan maken. Of eigenlijk beter gezegd twee tools gaan maken. De allereerste is de magic mirror. En die maken wij met wat een uh, met, met wat een, met wat een, nee met, met een diamond block en met wat gas tears. Dus we pakken in totaal negen diamonds en die knallen we eventjes op elkaar tot aan een blok. Dat is niet het enige. We gaan ook nog wat guest stairs nodig hebben. Alleen die guest stairs heb ik nog niet. Dus we gaan zo meteen allereerst naar de nether toe. Maar voor we naar de neder toe gaan, ga ik ook weer een andere tool maken in de vorm van een backpack. En de backpack-mod is uh, eigenlijk gewoon een hele simpele mod met allemaal backpacks die worden toegevoegd. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld 117 opslag. Hier 77, 54, 36. En de basic-variant heeft een opslag van 18 even kijken heb ik leather dat denk ik eerlijk gezegd niet heb ik rabbit dat denk ik ook niet heb ik iets hiervan ik denk het ook niet nou dat is een goed begin goed begin is half werk, dus ik ga eventjes wat koeien zoeken. Nou, nu de backpack binnen is, kunnen we ons dus gaan focussen op het maken van de Magic Mirror. Waarvoor we twee guest nodig gaan hebben. Ik denk dat ik wel alles ongeveer bij me heb. Ik vind het helemaal mooi. We gaan lekker afreizen naar de nether. Kibim. Nethertje. En dan gaan we natuurlijk even op zoek naar wat guests. Even kijken. Uh, ik denk dat het op zich niet zo'n heel groot probleem moet gaan worden. Natuurlijk is het wel zo dat nu we de hoekshot hebben, dat we wel iets makkelijker door de nether heen kunnen gaan komen. Door middel van eigenlijk het grappelen aan het dak. En een beetje, ja, op, op deze wijze moet je natuurlijk wel uitkijken dat het niet uh, te platter valt. Want dan is het wel afgelopen en over en sluiten. Maar op zich gebeurt dat ook weer niet zo super snel. Oké, okay, maar jongens. Ik ga eventjes op zoek naar een guest. En zodra ik er eentje gevonden heb kom ik bij jullie terug. Heb je zin in deze aflevering? Doe dan al zeker vast dat blauwe duimpje omhoog. Als je je trouwens af vraagt waarom ik in godsnaam deze copper in mijn inventory heb zitten. Nou, die heb ik gebruikt voor te stripminen. Die maak je gewoon simpelweg met wat sticks en koper. Maar ik kan je nu alvast vertellen, het zou me eigenlijk niet uitmaken als ik er per eentje laat vallen in de lava, zoals ik zojuist gedaan heb. Want deze dingen zijn echt complete garbage. Ik raad ze niet aan. Ze hebben echt een super lage durability. Ze zijn zo kapot. Dus ik raad ze niet aan. Oké, okay, maar op zoek naar de guest. Nou, dat is jouw guest nummer 1. En ook gelijk kapot. En een Purpool Achievement. Belangrijker nog, hebben we een guest-tier gekregen. Oh, 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 niet zo achterlijk hoog gaan springen, vriendelijke vriend. Dat is allemaal niet de bedoeling. Want ik ben echt als de dood dat ik kapot val. Even kijken. Hier ligt wat XP. Ligt er ergens een guest Hallo. Uh, nee, dit is volgens mij geen succes. Nope. Nou, hopen dat ik hiervan mijn eerste guest here ga krijgen. Even kijken. Ja, volgens mij. Of is dat XP? Dat is XP. Nee, wacht hier, guest here. Wacht, ho, 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 ho. Even wachten ook, want uh, dit gaat natuurlijk weer helemaal nergens heen als het op uh, uh, deze manier gaat. Even kijken, ja, dat is een guest here. Oké, okay, helemaal mooi, dat is de eerste. Nog eentje te gaan. Ik zie daar een guest. Misschien dat ik even hier langs kan glippen. En dat ik dan hier mijn tweede guest kan fixen. Hallo, hallo, uh, hier ben ik. hallo, hallo. Hallo. Nou, nah, het mag ook met mijn zwaarte, dat, dat maakt me ook niet uit. Doe ik het zo even kijken. Heb ik een guest hier? Nee, ik heb alleen Ja, ik heb wel een guest hier. Oké, okay, nevermind, We kunnen terug naar House toe. Nou, dan zijn we zijn weer lekker en veilig en wel thuis aangekomen. Ga ik hier nog wat aren vandaan pikken? En dan gaan we natuurlijk hiermee de Magic Mirror in elkaar zetten. Een handige tool waarmee we eigenlijk gewoon altijd terug naar huis toe kunnen teleporteren. Gaan we bijvoorbeeld op, op wereldreis, wat we zo meteen gaan doen. Ik weet nog niet helemaal waar we heen gaan, maar dat zien we zo meteen wel eventjes. En dan ben ik bijvoorbeeld 10.000 blokken van mijn huis vandaan binnen één klik. Ik zal het eventjes laten zien. Ik weet namelijk niet helemaal zeker welke debuffs er nog gaan hangen. Dus als je dat ding gebruikt, dan heb je waarschijnlijk nog wel te maken met een aantal negatieve. Effecten. Ik weet dat dat eventueel een optie kan zijn, maar ik weet eigenlijk niet op welke optie die momenteel staat. Dus dan gaan we gaan even kijken. Magic mirror gebruiken. Oh, wacht, ik dacht even, waar ben ik nou gekomen? Ik dacht, ben ik nou in een of andere cave gekomen? Maar je wordt inderdaad eventjes blind. En je krijgt weakness voor een minuut. En volgens mij zag ik ook dat je vier levens verloor. Dus dat is een beetje waar je rekening mee moet houden als je hem gebruikt. Maar voor nu ben ik er helemaal tevreden mee. En dan gaan we eventjes voor de veiligheid, want jongens, doen het is altijd veilig. Even het huis hier dichtmaken. Volgende episode wil ik gaan verhuizen. Al wil ik niet heel erg ver gaan verhuizen. Wil ik wel een beetje hier in de buurt blijven wonen. Maar dat is allemaal voor de volgende episode. Oké, okay, dan hebben we nu alle tools binnen en kunnen we echt gaan beginnen om zometeen de wereld af te gaan reizen. We hebben een magic mirror om terug te komen. We hebben een leather backpack voor meer opslag. We zijn er helemaal klaar voor op één ding na. Ik heb namelijk wel leuk en aardig verteld van we gaan reizen, we gaan vliegen, we gaan dit, we gaan dat. Maar wat gaan we nou eigenlijk gebruiken om te gaan vliegen? Nou, daarvoor gaan we ze eventjes zoeken bij planes. Eigenlijk heel erg simpel, maar als je aan een plane denkt, dan denk je al snel aan een vrij moeilijk recipe. Is in dit geval niet het, uh, eigenlijk het, het geval, want het is namelijk zo, het lijkt alle eerst alsof er heel veel vliegtuigen zijn. Ook dat valt reuze mee. Je hebt maar drie soorten vliegtuigen: een normale plane, een large plane en een cargo plane. Verschilt eigenlijk alleen in grootte, want kijk, je zult ook zien dat je de cargo plane. Wacht, dit recipe doet het niet. Ik zal voor deze gebruiken. Kijk, een cargo plane heb je bijvoorbeeld alweer drie propellers voor nodig. Hier heb je maar één propeller voor nodig. En voor de kleinste variant heb je ook maar één propeller nodig. En natuurlijk een motor, een furnace, een boot en wat slaps. Dus die gaan we als allereerste maken. We gaan in totaal wat slaps maken. En we hebben één zo'n Tinkt te weinig. Oh, dat is ook weer lekker. Volgens mij is er nu ook nog nacht. Ja, ik hoor al zombies lopen. Ja, 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 ja. We hebben weer lingo, jongens. Maar toch wil ik eventjes naar buiten toe. Zo, ik heb nog wat hout erbij gehaald. Inmiddels ook een furnace binnen. Ik heb hiermee natuurlijk een boot gemaakt. Dan heb ik eigenlijk nagenoeg elk item al op de twee bijzondere... Nou, niet echt bijzondere, maar wat moeilijkere recipes die bij ons bekend zijn. Nou, namelijk de furnace engine. Die maken wij met wat redstone opnieuw een furnace. Dus we gaan nog een tweede furnace maken. Geen probleem. We pakken wat redstone erbij. Uh, zo, dan gaan we eens even kijken hoe ver we gaan komen. Furnace is binnen. Wij hebben alleen nog nodig een propeller die we maken met 5 iron. En dit zijn eigenlijk alle items die nodig zijn om dus een simpel vliegtuig in elkaar te gaan zetten. Nou is dat natuurlijk niet het enige wat we nodig hebben. We gaan namelijk ook nog brandstof nodig hebben. Maar geloof het of niet, de brandstof in deze hele mod is eigenlijk gewoon simpelweg kool in je inventory. Dat is het. Dus uh, dat is allemaal niet heel erg lastig. En zijn we zijn er nu gewoon klaar voor. Wil ik alleen nog wel eventjes door de nacht heen gaan slapen? Omdat ik al allemaal zombies en weet ik het allemaal rondom mijn basis hoor. En zijn we zijn er helemaal klaar voor. Dan gaan we gewoon lekker ons vliegtuigje neerzetten. En dan gaan we kijken waar dit avontuur gaat stranden. Maar ik hoorde weer allemaal skeletons die we eventjes kapot gaan maken. Ja, wat, wat kom je nou doen? Ik kom juist naar buiten om jou te killen. ga jij naar binnen toe. Dat is niet echt hoe het allemaal moet werken. Even kijken. Hoorde ik er nog een hier in de buurt? Alleen die husk staat daar nog. Nou, weet je wat? Die mag lekker blijven staan. Die heeft geluk. Ah, ik zag daar een skeleton doodgaan. Misschien liggen daar nog botten. Op zich kan ik die wel gebruiken. Ja, kijk. Ho, oh. ja. Oké. Ze ook binnen. Oké, okay, jongens. Ik ga me eventjes voorbereiden op de vlucht. Ik ga eventjes kijken waar ik makkelijk op kan stijgen en waar ik zo meteen makkelijk kan landen. En dan ben ik zo meteen weer terug. En dan gaan we ons allereerste een vlucht maken we zijn er helemaal klaar voor ik heb hier een mooi vlak gebied waar ik mijn vliegtuig neer kan zetten kijk hier staat hier perfect vervolgens gaan we erin zitten en eigenlijk is dat gewoon een simpele kwestie van call right klikken en is hier dus gewoon simpelweg jouw ja eigenlijk jouw benzine tanks je opvullen vervolgens doen we control dan gaat onze propeller aan en dan gaan we nu gewoon de lucht in door middel van W. En ik, ja, eigenlijk is het wel gewoon: oh, ik moet wel eventjes mijn vliegtuig recht trekken. Kijk, het is wel handig om vervolgens gewoon zo te gaan vliegen. En wat we nog gewoon simpelweg doen is: eigenlijk nu heb ik mijn handen gewoon van het toetsenbord af. Als ik dan Ctrl doe, ga ik gewoon rechtuit. Vervolgens, als ik op W klik, ga ik omhoog. En vervolgens met S ga ik naar beneden. Dus wil ik zo meteen een duikvlucht maken, dan kan ik het gewoon op deze manier doen. Dat gaan we natuurlijk nu niet doen. Uh, weer omhoog, dankjewel. En dan gaan we nu eventjes op zoek door middel van de map naar een, uh, ja eigenlijk naar een nieuw gebied. Want kijk, het is ook mooi. Als je namelijk op je map key klikt, dus op M in mijn geval. Dan ga je dus naar je map toe en dan vlieg je ook niet door. Dus het is ook gelijk een uh, soort van pauzeknop. En wat ik nu wil gaan doen, is gewoon lekker hier naartoe vliegen. En dan zijn we als allereerst op zoek naar een slime chunk. Dus een beetje naar een, uh, een hoe noem je dat ook weer, een swamp. Zo'n biome moet ik een beetje hebben waar slimes gaan spannen. En dan kan ik daar gewoon even wat slimeballs gaan fixen. Dan niet alleen natuurlijk, hou ik ook mijn ogen open voor villages. Omdat ik daar van die Waystones kan vinden en andere loot. Uh, Tempels in de woestijn. Dit soort dingen van R. Ja, Nu ik ook wat meer opslag heb op mijn backpack. Kortom, ik ga gewoon even lekker rondvliegen. En dan ga ik gewoon kijken wat ik allemaal uh, tegen ga komen. We gaan het allemaal gewoon zien. Nou, ik hoefde niet al te ver te vliegen. Ik ben ongeveer nou laten we zeggen een paar honderd blokjes vanaf mijn huis en hier heb ik al een swamp biome gevonden. Helemaal mooi. Kunnen we dit gaan waypointen? Even kijken, deed ik dat met e crack volgens mij wel. Hè? Ja, waypoints en dan gaan we eventjes add. Dan gaan we natuurlijk wel even de Y-coördinaat wat lager maken, want dit gaat helemaal nergens over. Laten we zeggen 64 of iets. Swamp. Confirm. Dan is hier gewoon een, een waypoint neergezet. En dan kunnen we vanaf hier lekker verder gaan vliegen. Eigenlijk had ik verwacht dat ik hier veel langer over zou doen. Maar uh, we hebben een keertje geluk. Op zich ook een keertje chill. Wil ik nu überhaupt nog verder vliegen? Ik zie hier wel iets raars verschijnen. Hier gaan we sowieso nog even naar kijken. Wat is hier? Lijkt op een kleine village of zo. Oké, okay, misschien dat ik eventjes hier wil gaan landen. Alleen. Dan is de vraag: uh, hoe ga ik landen? Want hier heb ik niet echt een vlakke plek om te landen. Ik kan ook in het water landen. Maar aangezien ik dan heel veel damage ga krijgen, gaan we dat ook niet doen. Nou, uh, deze landing was niet helemaal zoals gepland. Oh, dat uh, was mijn vliegtuig. Uh, ik wil graag mijn vliegtuig terug. Oh, oh, dit was in één keer een hele erg intieme shot. <laughs> even kijken. Hier is mijn vliegtuig. Oh, ga jij even doodvallen, Quinn? En dan lopen we gewoon eventjes te voet terug. Ik weet ook niet of het bijna nacht gaat worden. Dan kunnen we gelijk eventjes die slimeballs gaan fixen. Het lijkt er wel op. Ik denk dat het binnen een minuut of twee wel donker gaat worden. Dat is ook mooi. En dan gaan we dus eventjes terug naar die swamp toe. Moeten we alleen wel uit gaan kijken. Want een swamp bestaat natuurlijk gewoon voor het grootste gedeelte uit water. En aangezien water tegenwoordig het nieuwe lava is, moet ik wel een klein beetje uitkijken. Hé, je kijkt ook gelijk zo net een portaaltje. Ben natuurlijk ook de bijbehorende chest. Ik ben benieuwd, wat zit hier in? Op zich niet heel veel. Golden pickaxe, golden sword. Oh, wacht, wat is dit? Dit is een power glove. Increases damage dealt by the wearer. Oké, okay, die gaan we sowieso even meepikken. Ik heb geen flauw idee of het goed is, maar die gaan we gewoon sowieso even meenemen. Dit pikken we wel mee. Die vind ik niet zo interessant. Die ook niet zo. Nee, hier hou ik het wel eventjes bij. Oké, okay, maar wat is, wat is dit ding? Kan ik dit gewoon klikken right weer? Ja. En dan doe ik dus meer damage. Oké, okay, dat, uh, dat neem ik gewoon Even kijken, nu is uh, Ja, probleem nummer 2, hoe gaan we dus Over de swamp heen komen, want dat is dus lastiger Dan normaal, ik kan het door middel van mijn uh, Ja, dat komt net goed Oh, 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 oh kijk, okay. daar moet ik dus voor uitkijken Ik kan door middel van mijn hoeksoort wel een klein beetje navigeren Maar dat is allemaal niet zo betrouwbaar Als dat ik zou willen dat het was, ja, kijk Daar gaan we al, en natuurlijk, ik kan wel eventjes Overleven in water, Het Is dus niet dat ik gelijk uh, Dood ben, maar het is allemaal niet heel erg Veilig, en jongens, nog een keer Doe het altijd veilig ik, ik moet er echt mee kappen, want het slaat echt helemaal nergens op. Nou, ik weet het niet. Maar volgens mij kan ik hier echt helemaal nergens een waste vinden. Dan laten we het maar eventjes zoals het is. Ik ga hier wel eventjes wat pumpkin meenemen. De nacht is inmiddels aangebroken. En dan gaan we nu even lekker rustig wachten tot we ergens wat slime zien uh, verschijnen. Uh, even kijken. Zie ik al ergens wat? Nou, nog niet echt volgens mij. Nou, na lang zoeken heb ik hier eindelijk een kleine slime gevonden. En het is wel gelijk een slimebal. Nou, dat zit er nou in elk geval wel mee. Alleen ik had echt gehoopt op meer. En ik heb er in totaal een stuk of 11 nodig. Dus ik moet nog wel eventjes, ben ik bang. De dag is ook alweer bijna aangebroken. Dus dat helpt ook allemaal niet mee. Uh, ja. Ja. Oké. Okay. Hoe, hoe gaan we dit verder aanpakken? Op zich heb ik nog wel eventjes een idee. Een leuk klein ideetje wat ik eventjes in de tussentijd in jullie kan laten zien. Um, en dan wachten we gewoon eventjes zodat het zometeen weer nacht is. En moet je, by the way, kijken hoe insane veel damage we momenteel doen met een simpel Iron Sword. Kijk, gewoon 11 damage, 9 damage. Puur door die glove die we zojuist gevonden hebben. Dat is op zich wel een lekkere aanvulling geweest. Zo, de nacht is inmiddels weer aangebroken. En de golem gaat hier Helemaal los. Dus uh, die heeft het naar zijn zin zo te zien. Maar ik heb in het tussentijd even gekeken of er wellicht nog een aantal dingen te vinden zijn in de omgeving rondom die swamp. Want ik was toch nog wel even een beetje op zoek naar zo'n waystone. En ik heb hier gelukkig nog een village weten te vinden. Niet al te ver van de swamp af. Kijk maar, we zitten nu hier. En hier heb ik dus die swamp gemarkeerd toen ik in het vliegtuig zat. En hier heb ik dus een village gevonden met voila, een mooie waystone. Die gaan we meepikken. En dan kunnen we die zo meteen bij de swamp neer gaan zetten. Nee, maar de eerste paar episodes van een seizoen zijn natuurlijk altijd een beetje zoeken. Naar een aantal basic materialen Naar waar je wil gaan wonen en dat, dat soort dingen Dus het uh, is allemaal een beetje stroef aan het begin van, uh, van het seizoen Maar hopelijk na deze aflevering Als je de sluimbals eenmaal binnen heb Kunnen we echt gaan beginnen met het opzetten dus van een basis En echt de allereerste mods De modkamers gaan maken, cetera. Maar het is uh, nu alweer bijna dag zie ik hoe, hoe kan dat? En voor nu knallen we gewoon lekker hier de Waste neer Rechte muisknop en dan noemen we dit Lekker oud en vertrouwd swamp Voor nu Laten we het zo. Magic Mirror erbij. Dan gaan we eens even kijken wat we in de tussentijd kunnen gaan doen. Want het is dus alweer dag geworden. Maar ik heb op zich ook wel eventjes een leuk projectje voor in de tussentijd. Dat heeft alles te maken met het volgende: We hebben namelijk allereerst wat glas nodig en wat iron nodig. Uh, zo, heb ik hier nog wat glas liggen? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nope. Zou ik dat eventueel via de Pulverizer kunnen verzamelen? Want natuurlijk kun je gewoon simpelweg in de Pulverizer ook Cobblestone kwijt. Die gaat het pulverizen tot aan zand. Dat zand komt hierin en wordt automatisch gesmolten. En op deze manier heb ik dus ook eventjes een automatische productie van glas. Nou, het glas is hier inmiddels eventjes aan het smelten. Ik heb wel al voldoende om de allereerste in elkaar te gaan zetten. Ik heb het hier namelijk over een Plant in a Jar. Een eigenlijk best wel overpowered item waar ik gelijk gebruik van wil gaan maken. Dit dingetje is namelijk in staat om bomen. Planten, al dat soort dingen, al die vegetatie, gewoon automatisch te gaan groeien. Dus wat ik van plan ben, is om hier zo meteen vier van die planten in de jars te maken. Dus laten we zeggen hier: 1, 2, 3, 4. Ik moet sowieso eventjes kijken als ik eenmaal voor huis ben waar ik alles neer ga zetten. Maar laten we het voor nu even tijdelijk hier gaan doen. Komt er hier zo meteen eentje en dan komen hier de overige drie. Wat we vervolgens nodig gaan hebben om deze plant in de jar te laten werken, is heel erg simpel: namelijk een ondergrond. Plus natuurlijk de sapling die we gaan laten groeien. Dus laten we in dit geval zeggen dat we voor. Even kijken, werk uh, dirt. Ik weet niet helemaal zeker. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Uh, zo, uh, gooien we erin als ondergrond. En vervolgens pakken we ook nog een sapling erbij. Ik kan me volgens mij herinneren dat ik een ook sapling ergens heb liggen. Even kijken. Ja, kijk. Hier zo. En die gaan we gewoon even gebruiken. En wat er vervolgens dus gaat gebeuren is het volgende. We gooien hem erin. En die gaat gewoon simpelweg groeien. Als hij helemaal volgroeid is, zal die vervolgens loot achter gaan laten. In de vorm van wat je normaal gesproken ook gewoon van de bomen krijgt. Dus denk dan bijvoorbeeld aan hout. Appels, in dit geval ook sticks. Maar je ziet ook gelijk dat hij ja, eigenlijk nergens zijn items kwijt kan. En dat hij als het ware vast gaat lopen. Vandaar dat ik hier ook alvast wat ruimte vrij heb gelaten. Onder, omdat we hier dus zometeen een aantal hoppers gaan plaatsen. Laten we allereerst gaan kijken hoe ver we zijn met het overige glas. Even kijken, we kunnen er inmiddels nog een aantal bij maken. Plant in the jar, tweede bij. Uh, zo. En dan gaan we ook direct wat hoppers maken. Uh, heb ik nog wat hout? Even kijken. Ik heb hier nog wat hout zo. Zo, vier hoppers. En ik heb ook gelijk nog een chest erbij gemaakt. Die upgraden we gelijk naar de Iron variant. Dat niet alleen, we gaan hem ook gelijk upgraden naar de Gold variant. Zodat ik een klein beetje speling heb met de opslagruimte. Uh, zo, Gold chest wil ik hem nog verder upgraden. Nou, nah, dat lijkt me niet nodig. Oké, okay. nou, dan heb ik hier dus een mooie manier van opslaan. 1, 2, 3, 4. Hier de chest. Hier sluiten we vervolgens de hopper op aan. Volgende hopper komt daarop. Volgende hopper komt daarop. Volgende hopper komt daarop. Oké, okay. dan gaat vervolgens gewoon de boom, de Plant in a Jar output via de hopper. Gaat helemaal hier naartoe, komt in de chest terecht. En van de eerste boom hebben we alleen wat hout gekregen. Maar je zult gelijk zien dat het dus echt gewoon verschilt per boom wat voor loot je krijgt. Ik ga hem gewoon eventjes een minuutje of twee laten draaien en dan gaan we kijken wat de totale loot gaat zijn van één Plant in a Jar. Nou, we zijn ongeveer twee minuutjes verder. En dit is het einde resultaat. Maar natuurlijk gaan we het hier niet bij laten. Nee, we knallen nogmaals drie plant in de jars erbovenop En die vullen we op met wat saplings en natuurlijk ook wat dirt. Dus dirt, sapling, uh, dirt, sapling, uh, dirt, uh, sapling. Oké, okay. en dan staat het systeem. En dan kom ik hier de volgende episode eventjes op terug. We hebben een ja, best wel simpele houtproductie op deze manier. En uiteindelijk gaan we ook kijken hoe we al dat hout kunnen gaan gebruiken. Hoe we de appels kunnen gebruiken. En ik heb er nog wel eventjes een leuk ideetje voor in gedachten. Maar daar kom ik op in. Een latere episode. Voor nu wordt het waarschijnlijk alweer bijna nacht. Ja, de zon gaat inmiddels onder en dan gaan wij ons opmaken om zo meteen af te gaan reizen naar de swamp. Eh, eigenlijk, beter gezegd, we gaan gewoon gelijk naar de swamp toe. Ik heb toch niks meer te doen. En laten we hopen dat dit de allerlaatste nacht gaat zijn en dat we zo meteen eindelijk die slimeballs kunnen gaan gebruiken. En ik heb trouwens ook nog eventjes een goede tip voor het zoeken en vinden van mobs. Bij mij is die key is Y. Ik, ik weet niet of dat bij iedereen hetzelfde is. Maar hiermee open je eigenlijk gewoon alle opties van je minimap. Het kan dus zijn dat het bij jullie een andere knop is. Ga je naar Entity Radar, vervolgens Hostile Mobs en heb je hier No Names. Die kun je ook nog op even kijken. Op Always zetten, Confirm. En dan kun je rechtsboven dus precies zien wat de mobs inhouden. En ik zie daar dus op de map gelijk een slime staan. Anders ben je echt gewoon aan het zoeken eh, naar een spelter in Hooiberg. Even kijken, waar is de slime? Hier is een slime. Kom op, slimeballs. Ja, dank u. Nou, ik heb inmiddels een grote slime gevonden. Laten we hopen dat dit ook gelijk de laatste slime gaat zijn. Kom op, jongens. Slimebalst. Dat is 1, 2, 3, 4. In totaal heb ik er 9 minimaal nodig. Heb ik er nu 9? Ik heb er 7 en ik heb er thuis volgens mij 2. Volgens mij hebben we genoeg. Even kijken. Ja, kijk, we hebben genoeg. Oh, echt net aan. Dan moet ik tussen de episodes door wel eventjes nog wat meer slime gaan halen. Maar dat doe ik dan wel eventjes. Daar ben ik er voor nu eventjes vanaf. We maken een slime blok. En dan ga ik nu alle overige items erbij pakken. Om eindelijk het item in elkaar te gaan zetten. Waar we echt al twee episodes lang naar op zoek zijn. Nou, ik heb inmiddels alle spullen erbij gepakt. En dan maken we hier allereerst wat diamond boots mee. Dit is het begin van alles. Deze diamond boots gaan we vervolgens upgraden via zo'n smitting table. Met natuurlijk wat netherite. Maar dat netherite hadden we al in de vorige episode verzameld, deels. Dat scrap hadden we namelijk binnen. Heb ik er vier of heb ik er drie voor nodig? Ik heb geen flauw idee. We gaan gewoon even kijken hoeveel we ervoor nodig hebben. Ja, vier inderdaad. Ook gelijk vier goud. En dat geeft ons een netherite inget. Vervolgens gaan we dit combineren op zo'n smitting table. Die we door middel van... Even kijken, dit recipe toch... Even kijken hoor. Uh, zo dan. Ja, kijk, dit is een smitting table. Die knallen we nu even tijdelijk hier neer. Volgende episode gaan we toch verhuizen. Netherite ingot, diamond boots. Geeft ons netherite boots. En die netherite boots gaan we vervolgens combineren met dit recipe. En hier komen dus die slime balls in het spel. Even kijken. Allereerst nog eventjes een envel. Maken we dat zo? Ja, dat maken we zo. Even kijken... Ja, ze zijn al binnen. En deze Gravitrons gaan ervoor zorgen dat we geen fall damage meer gaan pakken. En die Gravitrons, die boots, zijn eigenlijk maar één item van de gehele set waar ik uiteindelijk aan wil gaan werken. Maar dat moet allemaal nog gaan blijken de komende episodes. Ik ben voor nu eventjes klaar met het reizen rondom mijn wereld. De basis staat nu, we kunnen nu pas echt gaan beginnen met het bouwen van een huis, met het beginnen van echte mods. En dan vanaf daar moeten we het eventjes gaan bekijken. Voor nu alleen nog even bewijzen dat we inderdaad echt geen fall damage gaan pakken. Ik bedank jullie alvast voor het kijken naar deze aflevering. Heb je er nog van genoten? Doe dan zeker dat blauwe duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Dead on Arrival. En zag je die dikke boost. Dat is ook een bepaalde optie van de set. Dat gaan we allemaal zien. Tot de volgende keer, jongens. Bye bye.